Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij een nieuwe Minecraft video. Like de video binnen 3 seconden. Als jij 1 van mijn taarten wilt lenen. Nee, je mag hem niet hebben. Ik heb honger en ik wil hem zelf opeten. Maar je mag hem lenen. Dus wil je hem lenen, like de video dan binnen 3 seconden. En de tijd gaat nu in. 3, 2... 1. Ik hoop dat je hebt geliked. Ik hoop legit dat je hebt geliked. Welkom bij deze nieuwe video. Ik kill een koe, want dat doe je, want ik ben moe. Ik heb geen idee wat ik zeg. Vandaag heb ik een hele interessante mod. Namelijk een mod die gemuteerde versies toevoegt van Minecraft mobs die eigenlijk al bestaan. Dus eigenlijk een soort van horror villager. Een nog horror achtigere zombie. Noem het allemaal maar op. Waarom laat jij je bil zien? Waarom laat jij je bil zien? Je mag je bil niet laten zien. Maar oeh, lekker vlees. Ik hou van vlees. Ook al eet ik 2 dagen in de week vegetarisch. Wist je dat niet? Check dan even mijn vlogkanaal DutchTuber. Ik zal een link in de beschrijving zetten. En het staat ook in de subbox van DutchTuber Gaming. Dus je kunt het zo even checken. Waarom staan hier allemaal taarten omheen? Ik hoor het je al afvragen, kijker. Nou, daar heb ik geen reden voor. Ik vond het gewoon leuk om taarten te plaatsen om de kist heen. Wat zit er in de kist? Nou, er zitten verschillende soorten nieuwe eieren in de kist. En dat zijn dus bijvoorbeeld gemuteerde monsters, zoals de mutated mushroom, de halve zombie, de Christmas chester, de slime klops, de gold hoarder, de furner, de iron beast. Ja, ik heb geen idee. En deze is zwart. En vermoedelijk is dit dus een nog zeldzamere dan de rest. Maar laten we gewoon simpelweg beginnen met deze hier, de mutated mushroom. Dat is zo eng. Oh, hey! Hey, waarom val je me aan? Waarom val je? Daar zat kabouter spillen been. Oh, dat ging vrij makkelijk. Ik heb wel 5 mushrooms gekregen, dus dat is nice. Oké, de volgende. Dat is de gnol. En een gnol, dat doet mij denken aan een persoon met een enorme neus. Ja, dat is een gnol. Hij ruikt alles 3 keer zo goed, omdat zijn neus 3 keer zo groot is. Ik weet niet waarom. Zou hij een grote neus hebben? Wat? Dat wist ik legit niet. Dit is... Oké, nu komt het echt over alsof ik al wist wat er in deze mod zou gebeuren. Maar ik hoorde gnol en ik zag op een of andere manier ook gewoon iets vormen met een grote neus. Het is niet dat ik dat wist of zo. Dus het is eigenlijk nu best wel heel erg vreemd dat het ook daadwerkelijk een grote neus had. Want het was gewoon een totale verbeelding vanuit mij. Dus dat is best komisch. De volgende is niet de gnol, maar de gaul. Of de gaul, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Let's go. Oeh. Dat is een soort van duiveltje. Oh gosh. Bro. Bro. Are you freaking serious right now? Ik weet niet wat daar gebeurde. Maar ik heb in ieder geval even een godappeltje genomen. Ik denk dat ik die zometeen wel kan gebruiken. Nou, deze gaan we sowieso als laatste doen. De volgende is de charger. Ik ben best bang. Like, dat beetje van net was klein, maar pittig sterk. Dus ik hoop niet dat dit erg gaat zijn. Let's go. Jongens. Waarom zijn jullie zo gemeen? En zo snel en zo gemeen en snel. Ze zijn allemaal zo enorm snel. Dat is echt bizar. Oké, hier hebben we de chester. Dat doet mij denken aan schaakmat. Oh nee, het is gewoon, het is niet chest als in schaken. Dat is geloof ik ook geen chest, maar chess. Nee, het is letterlijk een kist die achter mij aankomt lopen. En vermoedelijk moet het gedeelte van de kist wat open staat zijn mond voorstellen. Dus kom hier en geef mij wat leuk. Zou ik een kist krijgen als ik hem kill? Dat zou eigenlijk best wel grappig zijn. Nee. Het is niet grappig. Tenminste, het zou grappig kunnen zijn, maar het is niet gebeurd. De volgende is weer een chester. Oh, een end chester. Natuurlijk, de ender chest heeft ook gewoon rechten in Minecraft, jongens en meisjes. En deze is aanzienlijk een stukje sterker, dus daar moet je ook een beetje beter voor uitkijken. De double chester, nou uiteraard is dat gewoon een extra large chest, maar dan weer eentje die jou aanvalt. Eigenlijk gewoon zonder reden. Ah, hier krijg je wel kisten van. Nou, nice. Er zit niks in, maar nice. Oké, wat hebben we nog meer? We hebben hier de gemuteerde creeper. De gemuteerde creeper. Oké, weet je, een creeper op zich is al relatief eng. Dus een gemuteerde creeper lijkt mij niet veel goeds te kunnen brengen. We spannen hem hier zo bij het water. Let's go. Bam. Wat? Zou die ook een grotere explosie veroorzaken? Ik ben echt... Job, het antwoord op je vraag is ja. Oké, dat was een best wel grote explosie. Voor een creeper van wie zijn hoofd door vieren gedeeld was,
Was een aanzienlijk grote explosie. Was een aanzienlijk grote explosie. Oké, de volgende. Wat hebben we nog meer? De halve zombie. Oké, vermoedelijk gaan we nu een zombie krijgen die voor de helft een mens is en voor de helft een zombie. Nee, het is gewoon letterlijk een halve zombie. En wat gebeurt er als ik dan hier ga staan? Kan die me dan aan? Ja, dan kan die me aanvallen. Hij valt me aan met de helft van zijn lichaam die hij niet eens meer heeft. Jongens en meisjes, Minecraft is pure realiteit. Dit is toch freaking bizar. Oké, wacht even. Hier hebben we onze taart liggen. Ik eet er daar ondertussen even eentje van op. Oh, dit is ook zo naar. Ik haat het als mensen dat doen. Dat ze dan zeg maar meerdere happen nemen van verschillende soorten producten die van één soort categorie zijn. Dus bijvoorbeeld dat ze meerdere pakjes koek openmaken en daar er eentje van nemen. Terwijl ze dan het vorige pakje nog niet hebben opgegeten. Dat is eigenlijk wat ik nu doe met deze taart. Ik heb er een hekel aan. Oké, de volgende. De Christmas Chester. Oh, jingle bell, de kist is pittig snel. Hij pakt me bij mijn oorlel en hij schreeuwt Dutch Tuber, jawel. Hey, ik pak nu een nieuw iets en het is een slime klops. En ik ben er echt niet bang voor, want ik ruik echt naar kots. Oké, dat was echt heel erg raar. Ik weet niet waarom er een scheetgeluid uit mijn mond kwam, uit angst. Kijk, scheten laten uit angst is iets vrij voorkomends, maar scheten uit je mond door middel van angst... Oké, wacht even, ik ga pittig dood. Ik ga pittig dood op dit moment. Hij is zeg maar nogal iets te groot voor mij. Misschien is het een verstandig idee dat ik even een aantal godappeltjes eet. Ik had niet verwacht dat er een freaking slime monster met één oog achter mij aan zou komen. En ik hoop dus ook dat ik hem kan killen. En ik hoop ook dat als ik hem kill, dat er niet meer mini slimes uitkomen. Want dat zie je bij normale slimes natuurlijk wel. Dat als je ze killt, dat er dan, ja, dat hij eigenlijk vermenigvuldigt in een kleinere versie van zichzelf. En daar hoop ik, ja, dus nu geen last van te hebben. Deze is sterk, jongen. Deze is echt bizar sterk. Hij hupt mij ook gewoon omhoog. Ik heb hier geen zin meer in. Het spijt me, maar je moet toch echt even verdwijnen uit mijn gezichtsveld. Oké, we gaan snel verder. Dit is best bizar. Dus om gewoon te weten dat zo'n beest in Minecraft zou kunnen zitten... Pittig eng. Dat is misschien een reden om deze mod niet te installeren. The Great Hunger. Oh, je hebt het zo cute. Hey! Doe eens even rustig. Doe eens even kalm. Ik vond je gewoon schattig, maar nu je mijn armen probeerde af te bijten, betwijfel ik het. The Turtle. Hallo. Ja, jij bent lief. Ja, jij bent lief. Oh, hij is bang. Oh, oké, weet je, ik verlos je uit je lijden. Oh, wat? Ik moest hem gewoon letterlijk 3 keer slaan met een zwaard wat 10 keer groter is dan hem. Dat is vrij apart. Oh my gosh. Mr. Creeping Boom. Oké, dat is sowieso niet goed. Mr. Creeping Boom. Bam. Dat lijkt gewoon op een cupcake. Dat kan toch niet zo... gevaarlijk zijn? Ja. Ik neem mijn woorden uiteraard weer terug, zoals gewoonlijk. Mr. Exploding Boom. Oh gosh. Creeping Boom, Exploding Boom. Wat zou het verschil kunnen zijn? Oh. Zou deze een hardere... Oh gosh! Wat de... Jongens! Op het moment dat die creeper op het punt staat om te exploderen, wordt die ongeveer 10 keer zo groot. En dat is niet fijn, want een explosie moet eigenlijk juist niet 10 keer zo groot zijn. Oké, explodeer maar. Ik wacht op je. Oh gosh. Oh my gosh. Oké, dat is... Dat is vrij apart. Dat is legit vrij apart. Laten we snel kijken wat we nog meer in de kist hebben zitten, jongens. Ik wil proberen alle eieren in deze video aan jullie te laten zien. De Nether Brain. Een brein uit de Nether. Oh gosh! Wat in hemelsnaam heb ik neergezet? Dit is niet positief. Dit is niet nice. En niet mijn kist. Want alle eieren zitten erin. Oké. Nice, het is gelukt. Oké, alright. Volgende. Wat hebben we nog meer? Dan hebben we hier de Jungle Beast. Waarom heb ik zo'n vermoeden dat dit een beest gaat zijn waar ik geen beste vrienden mee kan worden? We gaan het checken, let's go. Oh gosh. Wow, wat is dat? Wat is dat? Een fire shard. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dat is echt bizar. Dat is denk ik nieuw in deze mod. Oh, wat krijg ik hier nou weer van? Cacao beans. Alright, oké. Tot nu toe is het allemaal best wel normaal. Oh nee. De Witherbone Cocon. Oké, luister, hier ben ik bang voor. Een Wither is sowieso een van de sterkste beesten uit heel Minecraft. Dus hier moet ik even een momentje voor kiezen. Ik denk trouwens dat ik een deel 2 ga maken van deze mod. Want er zijn nog een aantal eindbazen die ik nog niet eens in deze kist heb zitten. En anders wordt de video wel heel erg lang. Dus ik zou zeggen, like voor deel 2. Maar eerst de Witherbone Cocoon. Let's go. Kijk hoe schattig. Het is gewoon... Hey. Wat? Hij is super sterk. Hij geeft mij het Wither effect met allemaal andere nare effecten. En dat vind ik niet fijn. Dus gewoon letterlijk een cocon waar de Wither in zit. Ah, waarschijnlijk zit er eigenlijk een soort van Wither Eye. Zeg maar, normaal gesproken kun je de Wither alleen spannen met Soul Sand en 3 Wither Heads. Maar dit is in feite gewoon een Wither Eye. Hier zal hij waarschijnlijk als babytje in verstopt zitten. Zo zou je het denk ik wel kunnen zien. Alright, zullen we er nog even eentje doen om het echt mee af te sluiten? Misschien is dat wel een goeie.
moeten we eerst weer even teruglopen naar de kisten. Laten we even gaan voor time set T. Hopsakeetje. En dan pakken we de bonenkoop. Nee, die is niet zo leuk. Ik denk dat dat gewoon hetzelfde weer is. De Cave Spider Tribes, man. Dat is waarschijnlijk niet heel erg eng. Wat de heck? Wat als ik die creeper nou laat exploderen bij deze spinman? Misschien is de spinman dan wel dood. Dat is best wel een verstandig. Oh, nee. Oké, bijna. Hij was bijna. Oké, dat is op zich... Het is een bijna. Jongens en meisjes, als jullie een deel 2 willen zien van deze video, doen dan even een blauw duimpje mogen laten in de comments weten. Vergeet ook niet even te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat kan hier beneden door even op dat belletje te drukken. Niet alleen op het belletje, maar eerst op de abonneerknop, die overigens verandert van kleur als je erop drukt. En dus even op het belletje om echt op de hoogte te blijven van wanneer ik weer een nieuwe video upload. Tot de volgende keer en ik zeg adios.